Heb je ooit nagedacht over je genen en hoe ze je gezondheid kunnen beïnvloeden? Heb je ooit gedacht dat je meer kans zou kunnen hebben op bepaalde gezondheidsproblemen vanwege je genen? Het blijkt dat veel ziekten verbonden kunnen zijn met onze genen. De DNA-test voor Actionable Diseases is een krachtig hulpmiddel voor iedereen die wil ontdekken voor welke ziekte zij het meest vatbaar zijn. Zou je het ook niet liever vroegtijdig willen weten? Maar hoe werkt deze DNA-test? Het American College of Medical Genetics is een organisatie bestaande uit zorgprofessionals die zich richten op het begrijpen van genen en hoe deze de gezondheid beïnvloeden. Deze organisatie heeft richtlijnen opgesteld die genetische varianten identificeren die de kans vergroten om een specifieke genetische aandoening te veroorzaken of eraan bij te dragen. Met de DNA-test voor behandelbare ziekten wordt bepaald of een van deze genetische varianten aanwezig is in uw DNA. De DNA-test voor actiegerichte ziekten is verdeeld in drie groepen. Aandoeningen die het risico op kanker kunnen verhogen. Aandoeningen die het risico op cardiovasculaire problemen kunnen verhogen. En andere soorten aandoeningen. Laten we de eerste groep nader bekijken. Ons lichaam heeft mechanismen die ervoor zorgen dat de cel zich niet te snel deelt. Het probleem ontstaat wanneer deze mechanismen niet werken. In deze DNA-test analyseren we de aanwezigheid van varianten in genen die, wanneer gemuteerd, deze mechanismen die de celdeling controleren, verstoren en er is een groter risico dat cellen oncontroleerbaar beginnen te groeien en leiden tot het verschijnen van tumoren en bepaalde soorten kanker. Enkele voorbeelden zijn retinoblastoom veroorzaakt door een mutatie in het RB1-gen, von Hippel-Lindau-syndroom veroorzaakt door een mutatie in het VHL-gen, juveniel polyposis. Syndroom dat kan worden veroorzaakt door een mutatie in de SMAD4 of BMPR1A-genen. Multiple endocrine neoplasie syndroom. Type 1 veroorzaakt door een mutatie in het MEN1-gen en nog veel meer. Wat betreft aandoeningen die het risico op cardiovasculaire problemen kunnen verhogen, analyseren we de aanwezigheid van varianten in genen die bekend staan vanwege de beïnvloeding van de ontwikkeling van aritmogene rechter, ventriculaire cardiomyopathie, Brugada-syndroom, het lange QT-syndroom en het Lewis-Dietz-syndroom. Dit zijn verschillende soorten hartgerelateerde problemen. De gevolgen van deze cardiovasculaire ziekte kunnen variëren van onregelmatige hartslagen tot levensbedreigende gebeurtenissen, zoals plotselinge hartstilstand. Als je weet dat je een verhoogd risico hebt vanwege genetische factoren, maakt dit vroege opsporing en proactief beheer mogelijk. Kun je in deze DNA-test ook ontdekken of je een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van andere ziekten zoals maligne hyperthermie, een zeldzame maar potentieel levensbedreigende reactie op bepaalde medicijnen die worden gebruikt tijdens anesthesie. Het Marfan-syndroom, een genetische aandoening die het bindweefsel aantast, voornamelijk in het hart, de ogen en het skelet. Ornithine transcarbamylase, deficiëntie, OTC-deficiëntie, een zeldzame stofwisselingsstoornis die het vermogen van het lichaam om ammoniak te verwerken beïnvloedt. Fabry-ziekte, een erfelijke aandoening die verschillende organen aantast, waaronder de nieren en het hart.